Welkom bij het Oinknieuws. Op 5 en 6 mei vindt in onze school een groot project plaats, Stars at Alpha. Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dus zullen jullie de komende weken al een tipje van de sluier lichten. Vandaag beginnen we met een interview van een van de grondleggers van het project, de heer Van den Driessen. Er zijn grote plannen voor 5 en 6 mei. Maar waaraan mogen wij ons precies verwachten? De bedoeling is dat we op 6 en 5 en 6 mei de apotheose krijgen van een jaar werken, toch van een heel aantal leerlingen en een heel aantal leerkrachten. En dan gaan we in 2 dagen dat in een tentoonstelling en een avondvullende show gaan we dat proberen te presenteren. Zijn dat grote plannen? Ik denk het wel. Het is behoorlijk gigantisch. Zeker voor zij die meegeholpen hebben. Dat is het zeker, ja. Wat waren de precieze reacties op het voorstel voor een project? Wij hadden dat vorig jaar al voorgesteld aan de leerkrachten. En toen was daar matig enthousiasme voor. Maar goed, nadat we dan uitgelegd hebben wat we juist bouwen. Toen wilde men dat wel doen. We hebben dat toen, dit jaar in oktober voorgesteld aan leerlingen. En ik denk zo dat er een 100-tal leerlingen afgekomen zijn op die vraag en met allerhande doenbare en ondoenbare ideeën. Maar uiteindelijk zijn dat toch een heel aantal ideeën uitgedistilleerd. En dat gaan we presenteren. Dus we mogen niet klagen. Uiteindelijk vanuit school, ja, een mooie reactie geweest. Ja, dat was prima. Waren de audities een succes? Er waren toen, zoals ik dat straks al zei, heel wat leerlingen die afgekomen waren op onze vraag of ze wouden meedoen. En toen hebben we gevraagd, oké, presenteer iets. Ja, dans, muziek, woordkunst, het maakt niet uit. Hè. Toen hebben we toch een aantal ideeën gehad die op dat moment nog niet echt uitgewerkt waren, maar waar toch heel wat potentieel in zat. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja, en daar zijn we eigenlijk op dit moment nog altijd mee bezig. Ja, we zijn nog altijd aan het bijschaven totdat het... goed genoeg is om in een tentoonstelling of zeker in een show aan de mensen te tonen. Ja, ja, dat was in orde. Kun je ons zeggen hoe ver we ongeveer met de voorbereiding staan? Wat de tentoonstelling betreft denk ik dat we nu alle materiaal hebben. Ongeveer, net zoals dat straks gezegd, nog wat bijschaven, maar dat lukt wel. Nu moeten we het nog allemaal kunnen plaatsen op school natuurlijk. Een tentoonstelling maken is nog iets anders dan gewoon je materiaal hebben. Wat de show betreft, daar zijn we volop bezig aan het repeteren. We zijn er al maanden, maanden bezig met dans onder andere. Maar al wat woordkunst is, dat begint nu eigenlijk ten volle. Ik zou bijna zeggen, zij die meedoen aan de woordkunst, die mogen stilletjes aan hun borstnaad maken. Want het zal ongeveer... bijna dagelijks repeteren zijn totdat je tot de 5, 6 mei. Ja. Dus ja, veel werk, maar leuk werk. Ja. Welke onderdelen zal het project bevatten? Er zijn 2 grote onderdelen. Het eerste onderdeel is de tentoonstelling. Het is een interactieve tentoonstelling. Dat wil zeggen dat mensen die komen niet zomaar komen kijken, maar ook moeten meedoen. Ja, dat is leuk. Wat het dan wordt, dat laat ik even in het midden. Dat moeten ze maar zelf komen ondervinden. Het tweede deel is de show. Daartussendoor kunnen de mensen ook nog in ons restaurant dat we voor de gelegenheid omgedoopt hebben tot The Black Hole. Kunnen ze ook nog wat eten als dat nodig mocht zijn. En dan de show zelf is een typische avondvullende show met, noem het en het zit erin. Schitterende ballades, maar ook schitterende dans. Sketches, een grap, een grol. Jeugdig enthousiasme. En... heel waarschijnlijk, maar daar zijn we nog niet helemaal uit, maar waarschijnlijk ook een stukje toneel van oud-collega's, oud-leraars die hier lesgegeven hebben, 70ers, die ook nog eens willen in zo'n show ook. Maar die onderhandelingen lopen nog en met oudere mensen loopt dat wel langer dan met jongere mensen. Maar goed, misschien komt dat er ook. Voor elk wat wels. Voor elk wat wels, zeker en vast. Okay. Zullen we de verwachte kilometers afleggen voor de afstand van de maan te bereiken? Ja, we zullen zeker tot aan de maan geraken. We zijn nu met een nieuw initiatief bezig, de stappentellers. Vorige week heeft dat toch 20.000 kilometer opgeleverd. En we hadden nog 120.000 kilometer te doen. Dus we hebben nog 6 weken tot aan het project.
Dus 6 maal 20, dan hebben we nog 120.000 keer. Zitten we eigenlijk voor beide maanden. Maar we gaan daar de chemo aan passen. Zitten we voor beide maanden? Zo wat. Dan keren we terug. Dus nee, het is echt geen probleem met de stappentellers. Dat wordt goed opgevolgd ook. Wordt daar een klein beetje mee gespeeld ook natuurlijk, maar laat dat even in de midden. Ja, we geraken er. Okay. Zeker en vast. Heeft u als laatste nog een oproep naar de leerlingen toe? Ik zou zeggen, leerlingen, jullie moeten allemaal jullie ouders heel hard overtuigen. Niet dat dat veel zal nodig zijn, denk ik. Zeker niet voor zij die meespelen, maar degenen die niet meespelen, die niet het geluk hebben om te mogen meespelen, of te willen meespelen, wat is het. Zeker hen aansporen om naar de tentoonstelling en of, want je kunt ze allebei doen, de show te komen, want we zouden graag twee keer een vol huis hebben. Dat is zaterdag 5 mei en zondag 6 mei. Voor een lege zaal spelen lijkt nergens naar natuurlijk en niemand heeft dat ook verdiend. We hebben dus heel veel volk nodig. Dus reclame maken. Dankjewel voor uw aanwezigheid en voor de info natuurlijk over 5 en 6 mei. Het is jullie die bedankt zijn. Op die manier kan ik nog eens reclame maken ook. Dus graag gedaan. Na dit interview geven we jullie ook nog een idee van hoe het momenteel met de Dance Act van het project is gesteld. De nieuwsuitzending van Starz Ova zit erop. Hopelijk kijk je volgende week weer. Dag!